Dan kunnen we even naar kijken. Oh, mijn citaat is weer verdwenen. Omdat ik ben uitgelogd. Maar dat is geen probleem. Ik kopieer het even. Daar is het citaat. Kunnen jullie dat zien? Nee. Nee. Oké, okay, daar komt hij hoor. Gaan we weer terug naar het witte bord. Zoals een leraar dat betaamt. En hier hebben we ons citaat. Kunnen jullie dit wel zien? Ja. Het is altijd een beetje raadselachtige taal, de taal van meditatie. Het volgende raadsel voor vandaag is: een goede en vredige stemming is een belangrijk middel dat helpt om onze aandacht en welzijn tot stand te brengen. Dat is eigenlijk een beetje het omgekeerde van wat we in het Nederlands wel eens zeggen. Een moment van onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren schrijt. Heb je dat wel eens gehoord? Nee. Zal ik het er maar tikken? Ik zal het er maar niet bij tikken. Maar dit is het omgekeerde. In feite wat Lompal Damacheyo hier zegt, is dat als we een goede stemming in ons dagelijks leven onderhouden, dat we een beetje voor een opgeruimde geest zorgen, dat we geen zure gevoelens en bittere gedachten in ons laten wortelen en onze geest zuur maken, maar dat we goed voor ons gemoed, onze stemming zorgen. Dat is een belangrijk middel en dat helpt in onze meditatie om de juiste balans te vinden. En zoals jullie misschien nog kunnen herinneren, is de balans die we proberen te vinden in meditatie, is die tussen van aandacht en welzijn. Aandacht is het woord sati, of ook wel mindfulness in het Engels. En sabai is het tweede woord in het Thais. En dat betekent welzijn. Deze twee gaan samen in meditatie. En dat zie je dus ook terug in de lessen van Lompu Wapaknaam, die dus in het begin van de 20e eeuw les gaf over meditatie. En hij zei ook altijd dat we moesten zorg dragen voor de juiste balans. En onszelf observeren en zien in welke mate we die balans konden vinden. En als je dus te veel aandacht in je meditatie hebt, te veel focus, wat eigenlijk niet helemaal de juiste idee is in meditatie, focus, dus meer een zachte wijde van je aandacht, dan krijg je dus dat je te veel spanning hebt. Als je aan de andere kant dat zachte wel hebt, die het welzijn, je voelt je op je gemak, je voelt je rustig, maar je hebt niet de aandacht, dan word je verstrooid van geest, dan dwaal je af. En het zou zelfs kunnen dat je indut. Dus de balans is, dat is het hele essentie, dat is wat de wetenschappers de gamma-golven noemen, de gamma-golven van de hersenen. Dus niet de gamma van die bouwzaak, maar de gamma van de hersenen. Dus als je gamma van de hersenen, dat is wanneer meditatie begint te werken. En dus als je naar de bouwzaak gaat, de gamma, hebben jullie die in België, de gamma? Ja. Oké, okay, niet dat ik uren over de gamma zit te praten, dat je weet waar ik het over heb. En dat doen we om te kunnen werken. En de gamma van onze hersenen, dat is ook een teken dat meditatie werkt. Dus gamma, wat is gamma in volgens de wetenschap? Is gamma-golven in onze hersenen vinden eigenlijk alleen zeer zelden plaats, alleen in bepaalde momenten van slaap en aandacht. Of in meditatie, ontspanning en aandacht. En eigenlijk meer in meditatie dan in slaap. En dat is heel bijzonder. Dat schijnt niet op andere momenten voor te komen. Dus nauwelijks op andere momenten. Misschien een enkele keer in slaap, maar meestal dus niet. En dat moment van meditatie, die balans,
is dus dat je enerzijds de aandacht hebt en anderzijds de ontspanning. Dat is dus ook wat we in meditatie naar op zoek zijn. Maar dat zoeken we het beste door gewoon niets te doen. De aandacht zit er maar in dat we ons bewust worden van het bestaan van de middenruimte in onszelf. En dat we daarna dus, of dat we tegelijkertijd dus leren om de juiste ontspanning, rust, ruimte te ontwikkelen. Die twee die gaan samen. Maar als je dus in je dagelijks leven voor jezelf de juiste stemming, het juiste gemoed kunt vinden, dat is dus wel een actieve inspanning. In tegenstelling tot meditatie is dat dus wel een actieve inspanning. Dan merk je dus dat in meditatie die balans ook snel gevonden kan worden. Dus als je bijvoorbeeld iemand bent die graag wandelt en je merkt dat je dan echt helemaal tot jezelf komt, hè, dan is dat ook een goede manier om de meditatie te beginnen. Als je even een wandeling maakt. Het kan ook zijn dat je iemand bent die graag wat meer in de sferen van reflectie komt. En dat je graag eerst even een moment neemt van gewoon even helemaal niets doen. Even naar buiten kijken. Dat soort momenten kan ook heel goed zijn voor een goed begin voor meditatie. Ik ken zelf een monnik die gewoon 15 minuten lang niets doet voor meditatie. En dat is zijn manier om de meditatie, om voor te bereiden, zich voor te bereiden op de meditatie. Hij gaat dan liggen, maar hij slaapt niet. Hij doet gewoon niks. En dat is zijn manier om zich voor te bereiden. Hij noemt dat de warming down. Ja, ja, dat is wel creatief. Dus warming up is dat je je opwarmt voor aan gymnastiek te gaan doen. Hè. Je strekt je benen, je armen. En die meditatie is de warming down, zegt hij. Dat is wel een interessante observatie. En voor mij vind ik wel fijn om soms even een douche te nemen voor de meditatie. Het is ook wel fijn om even helemaal niets te doen. Dat merk ik bij mezelf ook. Maar ook in je dagelijks leven, als je merkt dat je bijvoorbeeld een conflict hebt gehad met iemand, dan kun je merken dat je dat meeneemt in meditatie. Omdat je stemming niet goed was. Dat wil niet zeggen dat in elk conflict je stemming eronder hoeft te lijden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je iemand boos op jou is, maar dat je er niet op reageert. Of dat je het met een glimlach en met een vredevolle boodschap weet op te lossen. Dat kan. Ik zeg niet dat je overal van weg moet rennen en vluchten. Maar het gaat er dus om van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de juiste innerlijke fabriek aanwezig is, de innerlijke wereld van meditatie in ons dagelijks leven, kunnen we die geleidelijk aan ook opbouwen en onderhouden. Ik ken ook een monnik die altijd in zijn leven aan de goede dingen doet die hij heeft gedaan. De moeilijke dingen die hij goed heeft gedaan. Best wel zijn wel eens moeilijke dingen waar we trots op zijn en waar we blij mee zijn dat we die hebben kunnen doen. En dan denkt hij daaraan en daarmee komt hij in de juiste sferen voor meditatie. Maar dat doet hij dus de hele dag lang. En hij is ook iemand die heel veel mediteert de hele dag lang. Dus dat is ook een manier. Zo hebben we allemaal onze manier. Maar wat dus Lompal hier zegt, is dat we... Oh, wacht even, dat is de verkeerde knop. Dat is de juiste knop. Wat Lompal hier zegt, is dat het een goede en vredige stemming een belangrijk middel is. Dat helpt om die balans tussen aandacht en welzijn in meditatie tot stand te brengen. Dus niet alleen het gevoel van rust, maar ook aandacht. Hè. Die aandacht die kunnen we ook in ons dagelijks leven in stand houden. Door ons nu en dan weer bewust te worden, gewaar te worden van de middenruimte, ook in ons dagelijks leven. Misschien dat je Boeddha-beeld je aan meditatie herinnert.
Misschien dat jij je eigen manier hebt om meditatie een deel te maken van je leven. Misschien ook dat je iemand bent die gewoon graag even een moment van stilte neemt als je ergens naartoe wandelt in je dagelijks leven. En zo is meditatie eigenlijk een hele levenswijze. Je hoeft daar niet monnik of non voor te worden. Dat kan iedereen doen. Dus dat was het citaat voor deze week. Het zijn hele eenvoudige citaten vaak, maar er zit wel een soort een taling van meditatie die heel nuttig is en diepzinnig van Lompal de Matsayo.